De Tielse hoofdklasser TSC moest van Baronie winnen uit Breda om mee te blijven spelen met de bovenste ploegen van de ranglijst. Daar leek TSC niet van doordrongen in de eerste minuten van de wedstrijd. Het liep dan ook al na 3 minuten tegen een achterstand aan. JJ Meijerdres was iedereen te snel af en versloeg toerman Sebastian van der Sman met een boogbal 0-1. Ja, dat is een vroeg doelpunt. In de 3e minuut schoot nummer 11, J. Meijerdres 1-0. Baronie trok zich terug op eigen helft en liet het initiatief vervolgens aan TSC. TSC speelde in een te laag tempo en erg slordig in deze fase van de wedstrijd. Toch leverde het kansen op van onder andere Curtly de Wind en Ibo als kan. Pas 5 minuten voor rust kwam TSC uit een prima op rechts opgezette aanval op 1-1. Nehemia Senaki was de afwerker. In de 4e minuut maakt TSC 1-1. Doelpunten maken nummer 8, Nehemia Senaki. TSC drukte door en vlak voor rust maakte Ibo Alleskan er 2-1 van. In de 2e helft had Baronie niet veel meer in te brengen. TSC bepaalde het spelbeeld. Het werd 3-1 na 52 minuten door Leon Heesen, die de rebound van een schot van afstand van Matthijs van Gessel binnenkopte. In de 53e minuut komt TSC op 3-1. Doelpuntenmaker Leon Heesen. Een kwartier voor tijd nam Heesen ook de 4-1 voor zijn rekening. Het was meteen zijn laatste wapenfeit, want geheel onnodig kreeg Heesen zijn 2e gele kaart en kon vertrekken. TSC-trainer Henkie Leetemia reageerde meteen. Hij haalde aanvaller en man van de wedstrijd Joel Senaki ervan af en bracht verdediger Erik van Dee in. TSC kwam nooit in de problemen en won de wedstrijd verdiend. Zondag 21 december werden de resterende minuten van de wedstrijd tegen Gemert gespeeld op Sportpark De Lok. In de resterende 28 minuten ontstond een mooi duel tussen de twee ploegen, waarbij TSC uiteindelijk aan het langste eind trok. De definitieve einduitslag 2-0. Daarmee klom TSC naar de 3e plaats in de hoofdklasse A met 3 punten achterstand op koploper Dongen. Een prima stand om de winterstop mee in te gaan, met voldoende perspectieven op nog meer in de 2e helft van de competitie. Een nieuw item in TSC TV is de man of the match. En die staat hier naast me, Joel Senaki. Je hebt fantastisch gevoetbald. Dankjewel. Zat er lekker in, ja, inderdaad. Bij de man of the match, daar hoort iets bij. En dat is het volgende. Ik ga jou even de microfoon geven, dan krijg je het shirt. Man of the match van Stadstv. Dat is een mooi shirt. En dat in samenwerking met Sporthuis Tiel, alsjeblieft. Helemaal goed. Gefeliciteerd. Hartstikke leuk, dankjewel. Hey, eventjes over de wedstrijd, Joel. Ja. Kom eens een beetje dichterbij. Even over de wedstrijd. Vertel. Het was een goede wedstrijd. Het begin was niet zo heel lekker. We kregen natuurlijk een snelle tegengoal. Dus, Hoe kan dat nou? Hè? Want het is niet de eerste keer dit seizoen dat het meteen misgaat vanaf het begin. Ja, hoe kan het nou? Het is eigenlijk niet echt te verklaren. Maar ja, misschien toch niet zo'n dat we niet helemaal scherp beginnen. Maar waar dat mee te maken heeft, dat durf ik niet te zeggen. Vervolgens, jij zat lekker in die wedstrijd, hè? Ja, ik zat er zeker lekker in. Maar ik denk dat we sowieso als team ook een beetje onwennig begonnen. Maar we bleven gewoon ons eigen spel spelen. En ik kwam toen ook lekker in het spel, dus dat was heerlijk. Ibo Alleskan, het was even billenknijpen in het begin. Uiteindelijk kwam het allemaal goed. Nou ja, het was de eerste minuut krijg je meteen een goal tegen. En dan is het gewoon weer even opnieuw oppakken. En dat pakte, moet ik zeggen, uitstekend goed op. We bleven goed voetballen, we kwamen er goed uit. Creëerde de kansjes. En dat resulteerde tot een 2-1 voor de rust. Dat is prima, denk ik. Ja, en omdat die goal viel voor die rust, die 2-1, was het eigenlijk een gelopen koers. Hè? Dan hoef je in die 2e helft niet zo meer. Nou, in de rust dan afspraken dat we naar die 3-1 lopen. Dus voetballen. En dat deden we in het begin van de 2e helft. Een 3-1, 4-1. En dan is het wel, denk ik, wel gespeeld. Ja. Jammer nog van die rode kaart natuurlijk. 10 minuten. Maar ik denk dat we de 2e helft heel goed gedaan hebben. We hebben bijna niks weggegeven ook. Alles bij elkaar kun je best wel stellen dat TSC groeit, hè? Van het begin van het seizoen tot aan nu. Absoluut. We hebben denk ik de afgelopen 3-4 wedstrijden wel mindere wedstrijden gehad. We hebben
eigenlijk de overwinning hebben we eigenlijk weggegeven. En dat zijn gewoon, daar hebben we gewoon onze lessen uit getrokken. En dat hebben we nu deze wedstrijd weer goed opgepakt. Ja, het probleem is bekend, het scorend vermogen zullen we maar zeggen. Ja. Jip die langdurig geblesseerd is, maar er komt versterking aan, dus dat ziet er allemaal goed uit. Ja, dat, we hopen dat we na het seizoenshelft, tweede seizoenshelft, dat we dat beter oppakken en dat we meer scoren. Dat we de wedstrijd eerder kunnen beslissen, zeg maar. Jouw eigen spel, daar tevreden over? Ja, vandaag zeker. Ik laatste wedstrijden wat lichte blessures gehad en komt minder dan normaal. En vandaag, ik denk een prima pot, denk ik. Met een goaltje erbij gepikt, dus dat is al lekker meegenomen. Baronie, jullie begonnen mooi. Vrij snel 1-0 voor, sterker nog, vanaf de aftrap zo'n beetje. Ja. En daarna? Ja, en daarna dan zie je toch dat hun, ze hebben natuurlijk heel veel voetballend vermogen. Het is ik vind het een hele goede ploeg. En dat wisten we vooraf. Alleen ja, we hadden ook vooraf afgesproken met de jongens. We moeten zorgen dat Hezen natuurlijk niet die lange bal kan geven. Want dat is natuurlijk zijn kwaliteit. Nou, en JJ deed dat prima, want ja, die liep eigenlijk alleen maar op Hezen te spelen. Nou, en Hezen laat zich even afzakken naar de linkerkant. Hij geeft een diepe bal op de rechterkant. Ja, het is gelijk een goal. En op slag van rust maken ze ook nog 2-1. Ja, dan zie je de tweede helft. Dan hoeven hun eigenlijk niet meer zo aanvallend te spelen. En dan worden de ruimtes natuurlijk voor ons alleen maar kleiner. En daar hadden we eigenlijk op gegokt dat we zo lang mogelijk die 1-0 vast konden houden. En dan krijg je natuurlijk ruimte. En die hebben we ook gekregen de eerste helft. Zeker de eerste 30, 35 minuten. Ja, dan zie je dat ze het toch moeilijk hebben natuurlijk. Omdat ze natuurlijk heel veel aanvallend vermogen hebben. En ook in de omschakeling zijn ze natuurlijk dan toch wel kwetsbaar. Maar goed, ik kan de jongens geen verwijt maken. De jongens hebben naar vermogen gespeeld. Tegen een hele goede volwassen ploeg. En dat ondanks dat TSC nog een jonge ploeg is. Hè? Het zijn wel kerels, maar een jonge ploeg. Ja, zit potentie in? Ja, absoluut. Kijk, en je ziet ook met zo'n Hezen achterin. En ze hebben gewoon fysiek. Aan de zijkant hebben ze een paar jongens die gewoon fysiek heel erg sterk zijn. En dan zijn het bij ons eigenlijk nog jongetjes. Maar goed, alles bij elkaar. Een tevreden, ook al is het een verlies, ja, goed. Trainer. Ik kan de jongens geen verwijt maken. Ik heb ook net tegen de jongens gezegd, kijk, we hebben natuurlijk heel veel spelers zijn kwijtgeraakt. We hebben nu een aantal jongens vanuit de A-jeugd die vorig jaar in de A-jeugd spelen. Dus ja, dan moet je op dit niveau moet je dit soort wedstrijden kunnen spelen. En als je er iets van leert, dan is het prima. Ankelea Temia, een mooie wedstrijd uiteindelijk. In ieder geval een terechte uitslag. Zeker terechte uitslag, ja. Ja, een mooie wedstrijd vond ik zeker na die 1-0, die 0-1. Vond ik ons weer herpakken. En een mooie wedstrijd zeker. 1-4 winnen is een mooie afsluiting. En toch weer eventjes over die wedstrijd zelf. Hè? Het begin, weer te zwak beginnen. Ja, dat is schijnbaar bij ons normaal. We komen heel snel op 0-1 achter. Daarbij moet ik zeggen dat we daar weer heel snel herpakt hebben. Dus complimenten voor de ploeg zeker. Maar goed, Baronie speelde de eerste 20 minuten zeer hecht. Het was nog maar afwachten of het allemaal zou lukken. Of had je er het geloof in dat het goed zou komen? Ja, ik had wel altijd wel het geloof erin gehad, hoor. Dat wel. Maar ja, goed, je staat 0-1 achter. Ze dekken Leon Hezen af dat hij niet in de opbouw kon komen. Maar voor de rest heb Akki dat heel goed ingevuld. En daarbij, ja, de kansen komen vanzelf wel. We hadden eigenlijk ook wel binnen 20 minuten ook wel met 3-1 voor moeten staan, vind ik. Ja, en dat gebeurde niet. En dan kan zomaar eventjes de moed in de schoenen zinken. Ja, zolang die 0-2 natuurlijk niet gemaakt wordt door de Baronie, hebben we natuurlijk altijd kansen dat we de gelijkmaker eerder zou komen. Alleen, ja, het blijft natuurlijk wel spannend als het 0-1 blijft, zeg maar. En gelukkig werd die 1-1 wel gemaakt. Nou, op slag van rust die 2-1. Vervolgens de tweede helft. Lekker uitlopen, hè? Een 3-1 en een 4-1. Toen een rode kaart. Ja, ik vond het geen overtreding voor de tweede keer van Leon, vond ik eigenlijk. Maar goed, dan heb je met scheidsrechters. Soms zijn het goede scheidsrechters en soms wat minder. En ja, ze moeten dat ook in een split second beslissen. Hè. Wij kunnen dat wel zeggen dat het of geen gele kaart is of rode kaart is. Maar ja, zij moeten dat toch beslissen in 1 of 2 seconden. Ja, goed, en hij geeft hem dus rood. Maar op een plek dat je eigenlijk als speler moet nadenken van, moet ik hier überhaupt een overtreding maken of iets in die richting? Ja, maar zo is Leo nou altijd. En die speelt altijd vol gedrevenheid. En dat waardeer ik altijd in zijn spel. Ja, en de ene keer is de scheidsrechter daar mild en de andere keer doet hij dat goed. Nou ja, nu niet. TSC blijft lekker meedoen in die top, in die hoofdklasse. TSC blijft lekker meedoen in die hoofdklasse. De winterstop komt eraan. Hè. Volgende week wordt er gespeeld die inhaalwedstrijd, zullen we maar zeggen, althans die 28 minuten tegen Gemert. Als we even de balans opmaken, scorend vermogen uiteindelijk. Hè. We hebben te veel kansen, als we over Wim mogen spreken, nodig om die doelpunten te maken. Daar ben ik het helemaal mee eens. We krijgen te veel kansen en dan scoren we te weinig.
En ja, nou goed, dat weten we al in het begin van het seizoen. Als je Jip niet hebt, dan ben je eigenlijk... Dat is gewoon een stuk minder. Jip die maakt die kans wel af. En goed, daar hebben we mee te dealen. En daar hebben we misschien na competitie of straks na de winterstop hebben we daar weer mee te maken. Want je weet niet of Jip zo snel kan herstellen. Maar goed, er is nieuws aan het front, want er is versterking op komst. Ja, er is een versterking op komst. Ja, True noem ik hem maar. En een speler die in de spits kan spelen. Dus ja, nou, we zijn heel blij met zijn komst. En ik hoop dat hij de doelpunten kan maken voor ons. Even wat achtergronden van hem. Waar komt hij vandaan? Ja, het is een speler die 2 jaar lang niet meer gespeeld heeft, maar wel door zijn blessure. Hij heeft overal testwedstrijden gespeeld. Hij speelt nu onder de vleugels uit Amsterdam. Van Noord-in-Woter, van zijn voetbalacademie. Dus via hier gekomen, via Mohamed Nouri hier gekomen. En ja, het is een grote sterke spits. Dus ik ben heel blij met zijn komst. De scheidsrechter vandaag met TC tegen Baronie. Was het een moeilijke wedstrijd? Nee, het was een leuke, makkelijke wedstrijd voor mij. Alleen de spelsituatie was slordig voetbal. En dat is heel makkelijk, of niet zo makkelijk om te anticiperen. Want je kijkt toch 1 of 2 stappen vooruit. Veel foutieve pasingen in de voeten van de tegenstanders. Je moet zelf ook daarop reageren. Aantal beslissingen terecht. De rode kaart, discutabel. U zult dat waarschijnlijk anders hebben gezien. Ja, het is een veelbelovende aanval. En hij gaat echt voor de speler, niet voor de bal. Hij ving hem op. Ja, en het is helaas zijn tweede gele kaart. En dan betekent een rode kaart vervolgens. Ja, en zo gaat dat. Ja. U fluit nog meer wedstrijden, neem ik aan, ook in de hoofdklasse? Ja, ik kom van het zaterdag af. Ik ben al 17 jaar actief in het hoogste top van amateurs. En het zijn de leuke potjes voor mij. Als u deze wedstrijd bekijkt, TEC, wat vindt u van het spel? Het spel op zich, ik vond het toch wel slordige passing in de voeten van de tegenstander. Maar op zich wel verdiende winnaar van vanmiddag, absoluut. De uitslagen van de wedstrijden gespeeld op 14 december. Top tegen Os 20, 0-6. Deurne de Valk, 1-1. Dongen AWC uit Wiegen, 4-0. TEC Baronie, 4-1. UDI 19 tegen Gemert, 0-0. Groene Ster Dosco, 3-2. En RKSV Schijndel, Blauwgeel 38, 3-2. Op zondag 21 december werden de resterende 28 minuten gespeeld op Sportpark de Lok tussen TEC en Gemert. Uitslag 2-0. De stand per 21 december. Dongen 13 gespeeld, 28 punten. Gemert 27 uit 13. TEC derde met 25 uit 13. Blauw-geel 38, 24 punten uit 13 gespeelde wedstrijden. UDI 19, 23 punten. Groene Ster 22 punten uit 13 wedstrijden gespeeld. En Dosco 22 punten uit 13 wedstrijden. De eerstvolgende wedstrijd is op Sportpark de Lok op 1 februari 2015. Dan ontvangt TEC de koploper uit de hoofdklasse A, Tongen.